vandaag heb ik voor jullie een review van de Zuva Bamboo Set. En dit is Volume 2, dit is de tweede bamboe set die Zuva uit heeft gebracht. En ik weet van tevoren dat je eigenlijk Zoeva zou moeten zeggen. Maar eerlijk gezegd, bij mij en Martine gaat dat er echt niet in. En wij zeggen gewoon lekker Zuva, dat pakt veel lekkerder. De nieuwe Bamboo Deluxe Set is een set met 8 kwasten voor ogen en het gezicht. En daarbij krijg je ze in een hele mooie kartonnen koker. En je krijgt er ook een hele mooie etui bij, waar je make-up in kan doen of de kwasten in kunt meenemen. Dat kan je zelf kiezen. En de set kost €65 en is verkrijgbaar via de webshop. In de set zitten dus 8 kwasten en ik ga ze allemaal per stuk met jullie bespreken. Maar eerst even wat meer informatie over de set. Het is namelijk de bamboe set die veganistisch is. Dus voor de kwast zijn alleen maar synthetische materialen gebruikt. En daarnaast is die ook recyclebaar. Het handvat is van bamboe. En het goudkleurige metaal is van gekleurd aluminium. En de haren zijn dus synthetisch. Dus daar is niks dierlijks aan gebruikt. Dus het is allereerst voor veganisten of voor mensen die graag milieubewust of dierbewust producten kopen, is het een set die interessant is. Maar je kan hem natuurlijk ook als normale consument uitproberen en kopen. En zo ga ik hem ook testen. We gaan beginnen met de eerste kwast en dat is deze. Dit is de 103 Defined Buffer. En dit is een schuin afgesneden kabuki kwast. En deze kwasten kun je perfect gebruiken voor vloeibaar foundation of crème foundation. Die kun je daar heel mooi mee aanbrengen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf gewoon niet heel erg fan van foundation aanbrengen met een bufferkwast. Ik krijg er heel snel velletjes van en daarom heb ik de voorkeur voor een spons. Maar aan zich is de bufferkwast gewoon prima van kwaliteit. Het is een fijne kwast, hij is lekker zacht. Hij is stevig, maar geeft ook wel een beetje mee. Dus het is gewoon dat ik er persoonlijk niet echt heel erg fan van ben van zo'n soort kwast. Maar de kwast zelf is prima qua kwaliteit, gewoon een fijne kwast. Wat ik ook leuk vind aan deze kwast is dat je eventueel ook deze kwast kunt gebruiken als shape kwast. Omdat die zo heel scherpe randjes heeft, kun je die makkelijk in je holte zetten en daarmee een lijn zetten. Maar daarvoor zit in deze set ook een andere kwast. En dat is de 109, de Face Paint Brush. En dit is een speciale kwast om te shapen. Martine heeft deze ook, maar dan met witte haren van een dier, ik geloof een geit. En als je ze even naast elkaar houdt, is deze ietsje slapper. Maar verder lijkt hij er gewoon eens 2 druppels water op. Dit vind ik ook een fijn kwastje. Je kan namelijk heel goed een strakke lijn zetten en daarna gelijk blenden. Ik vind hem ook iets fijner dan de shape kwast die ik van Illamasqua heb. Want die vind ik vrij hard en daarmee kan je heel moeilijk de lijn mooi vervagen. Dat kan je met deze heel goed doen. Dus dit is een fijne kwast. De volgende kwast die erin zit is deze. En dat is de 105 Highlight Brush. Dit is een ronde kwast. Ik heb deze zelf ook met witte haren. Waarschijnlijk ook weer van geit. En hij lijkt er eigenlijk ontzettend veel op. Het is precies dezelfde kwast. Alleen de haren voelen wat anders aan omdat deze synthetisch is. Verder net zo'n fijne kwast als degene met witte haren. Hij is lekker zacht. Hij geeft mooi mee. Ik gebruik hem zelf het liefst om poeder of highlighter aan te brengen. Ik ben zelf nooit zo'n fan van hele grote poederkwasten. Omdat je daarmee gewoon heel grof te werk kunt gaan. En hiermee kun je veel preciezer werken en veel meer dekking creëren of juist op bepaalde plekjes geen poeder aanbrengen en dan juist wel weer onder je ogen bijvoorbeeld. Dus dit is ook een fijne kwast. De volgende is 128, de Cream Cheek. Dit is een standaard blushkwast eigenlijk. Het is een schuin afgesneden blushkwast die een beetje plattig is. Ik moet eerlijk zeggen, hier ben ik niet heel erg fan van. Juist door de synthetische haren. Die hebben al de eigenschap dat ze meestal wat slapper zijn dan de dierlijke haren. En ik vind hem gewoon net iets te slap. Hij klapt mij te veel heen en weer, waardoor ik mijn blush niet lekker kan aanbrengen. Dit vind ik gewoon niet een hele fijne kwast. Hij is niet slecht. En ik denk, een beginner zal er ook prima mee uit de voeten kunnen. En daar is nog een goede kwast voor. Maar als je al veel blushkwasten gewend bent, dan is dit niet eentje die je zult pakken ten opzichte van je andere kwasten. Dan pak je toch echt liever een andere. En dat is in mijn geval ook zo. De volgende is de 142 en dit is de Concealer Buffer. Hier waren Martine en ik super benieuwd naar. Want het is namelijk een stevig kabuki-achtig kwastje. Een beetje rond afgesneden aan de bovenkant. Deze kun je gebruiken om concealer aan te brengen. Zowel vloeibaar als vast. En hier ben ik echt super fan van. Hij is heel fijn voor onder de ogen. Daarmee kan je heel dekkend je concealer aanbrengen. Ik gebruik hem op mijn kaken. Ik gebruik hem om plekjes weg te werken. Deze brengt zo super lekker dekkend aan. En zo precies. Dit is echt een favoriete set. Kan ik echt iedereen aanraden. En het feit dat hij synthetisch is, is voor dit product, deze specifieke kwast, juist heel handig. Want concealer kun je het best aanbrengen met een synthetische kwast. Dat werkt vaak net even wat mooier.
En wat ik hier ook mee doe, is een paintpot aanbrengen. Daar werkt hij ook prima voor. Tuurlijk maak ik hem tussendoor even schoon. Je kan hem gewoon in de pot dan swirlen en dan op je ooglid aanbrengen. En dan brengt hij heel mooi geleidelijk een laagje aan. Echt een hele fijne kwast. Dan gaan we verder met de oogkwasten. En de eerste die ik jullie wil laten zien is nummertje 232. En dit is de Classic Shader. Nou, het is inderdaad een klassieke kwast. Hij is plat, rond afgesneden aan de bovenkant. Redelijk breed. Een fijn kwastje. Ik zal eerlijk bekennen, ik vind hem niet zo fijn als mijn MAC 239. Die is gewoon wat steviger, die is dunner, werkt net iets preciezer. Maar voor een beginnerset is dit prima kwastje en weinig op aan te merken. En ook de synthetische haren werken eigenlijk prima voor de oogschaduw. Dus fijn kwastje, niet veel op aan te merken. De volgende is de 227, de Soft Definer. En dit is zo'n klassieke blending brush die plat is en rond afgesneden aan de bovenkant. Niet stevig, niet fluffy. Zo'n beetje zo'n tussenin kwast, echt zo'n klassieker. Ik vind hem fijn, maar ik zal ook wel eerlijk bekennen, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Hij heeft niet een hele mooie rond afgesneden vorm. Ik vind hem wat hoekig of wat wijd uitstaand. Hij doet aardig goed zijn werk, maar ook het feit dat hij synthetisch is, blendt gewoon wat minder lekker dan dierlijke haren. Het is geen slechte kwast, eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als de vorige, de platte shader kwast. Geen slechte kwast, maar ik heb fijnere kwasten, waardoor ik die liever pak. Maar in deze set komen ze wel, ja, het is wel gewoon een goede keuze om erin te doen. Ik denk als beginner zul je ook zeker hier goed mee uit de voeten kunnen. En dan de allerlaatste kwast, dit is een Wing Liner Brush en dit is de 317. En dit is een kwastje om eyeliner mee aan te brengen. Hier ben ik niet zo'n fan van. Ik vind hem net wat te slap, waardoor ik er niet goed mee kan werken. Als je makkelijke oogleden hebt en je bent goed in eyeliner aan te brengen, dan kan ik me voorstellen dat je hier goed mee uit de voeten kunt. Maar als zodra je al een beetje een overhangend ooglid hebt en een priegelig ooglid, nee, dan is dit echt helemaal niks. En dan wappert hij ook alle kanten op. Nee, hier ben ik geen fan van. De conclusie. Allereerst kost de set dus €65. Deel dat door 8 kwasten. Combineer op iets meer dan €8 per kwast. Dat is sowieso niet duur. Dat is echt goed te betalen. MAC kwasten zijn vanaf €20-30. Dus dat is een hele andere prijskategorie. En ik vind ook voor dat geld dat je gewoon een prima set hebt. Je krijgt ook nog eens een keer een kartonnen houder bij en een etui. Dus je zit echt wel... En het ziet er ook nog eens een keer heel erg mooi uit. Want dat vind ik het allergrootste pluspunt. Het ziet er prachtig uit. Dus ik vind het in die zin niet duur. Ik denk alleen wel, als je al veel kwasten hebt, is deze set niet een aanvulling. Dan kan je beter los een aantal kwasten kopen uit deze set. Ben je beginner of wil je een beginner een cadeau doen, dan denk ik dat het wel een leuk cadeau is. Hoewel ik zelf persoonlijk meer fan ben van echte haren, of in het over het algemeen. Denk ik, als je bijvoorbeeld iemand die veganistisch is of die heel milieubewust bezig is of graag geen haren, dierlijke haren wil gebruiken, dat dit echt een hele fijne set is. Ik raad hem dus niet per se aan. Ik denk dat hij voor sommige mensen wel geschikt is en dat ze er ook heel blij mee zullen zijn. Maar ik vind zelf niet iedere kwast uit de set goed genoeg om hem echt goed te kunnen aanraden. Ik zou dan toch zeggen, koop liever los de kwasten van Zuva, want die zijn... zit je niet vast aan de set, dus dan heb je ze niet allemaal, sommige kwasten die je ook niet nodig hebt. En dan kan je ze gewoon uitkiezen welke je wil hebben uit deze set. Het nadeel is alleen wel dat de bamboe brushes worden niet los verkocht. Dus je kan ze alleen in de set verkrijgen. Dus dat vind ik wel jammer. Ik hoop dat Zuva ze los gaat verkopen. Want de looks van deze kwasten zijn zo mooi dat ik denk iedereen wil die wel graag hebben. Maar qua echt fijne kwasten vind ik de concealer buffer een echte goede. En verder vind ik de face paint een fijne kwast, maar die vind ik ook met de dierlijke haren, vind ik hem eigenlijk net zo fijn. En hetzelfde geldt voor de highlight brush. Dat is ook zo'n kwast, die is er ook in dierlijke haren en die vind ik ook net zo fijn. Of misschien zelfs wel wat fijner. Dus ik zou uit deze set alleen maar de concealer buffer echt graag zelf blijven gebruiken. En voor de rest niet. Komt dus wel omdat ik al heel veel kwasten heb. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!